Maar we zijn ondertussen twee weken verder. Sinds Tim en Andrew vertrokken zijn. Ik heb even wat minder gefilmd, maar om toch een beetje een indruk te geven van de afgelopen weken. Ik heb voornamelijk slapen bij mijn nichtje Lucy van Gils. Die heel druk was met haar studie hier aan de Columbia University. Maar gelukkig altijd vonden om een paar avonden nou, een paar drankjes te nuttigen. Voor de rest nog een paar dagen bij een nudist geslapen, de man in het midden. Die elke keer als ik vroeger bij de Polonaise achteruit wilde doen, zijn broek aantrok. Dus die beelden bespaar ik jullie maar. Nou, toch grappig. Ik loop even langs het gebouw waar John Lennon vermoord is. Ik kom weg naar downtown. Blijkt het vandaag precies 31 jaar geleden te zijn. Ik sta hier vol met mensen die allemaal aan het zingen zijn. Een paar musea bezocht, Guggenheim, MoMA, Metropolitan. En voor de rest heel veel rondgelopen en gewoon een beetje in de stad gekeken, uit eten geweest, drankjes gedaan, nou ja. Vol gezelligheid. Nou, de reis naar Miami gaat beginnen. En voor deze reis heb ik ook weer twee nieuwe reisgenoten via Couchsurfing. Dus die reizen met me mee naar Miami. Dat is Chris. Zelfs en Donuts. En Zenja. Zenja, nee. Zenja. Zenja. Is een Rus. Oké. Okay. Rus. Een Rus. Ik ben nu aan het reizen met een Rus. En die houden er af en toe nogal rare gewoontes op na. We have so much calories, bad American food. So we need to digest our food. Toch niet zo gek als ze eruit zien hier als je. Well, William, our new couchsurfer. What are we going to do? I'm so excited. Well, drink and? Yeah, oh, karaoke. Yes, yes, yes. We're going karaoke. Touching me. Oh, oh, oh. Where did it go? Oh, oh, oh. Come to you. So the local speciality, right? Yes, the shrimp and grits. Huh? Yeah. Savannah has also. Savannah has an occupy. We have to help these people. Occupy. So what are we going to do? We're going to catch some sharks. Which ocean? Ocean? Indian? Indian Ocean? Indian? Yeah. Really? No, Atlantic. No. Ah. No. Oh, no. Pacific? Russian? Arctic? Russian Ocean? So this is the Russian Ocean? Yeah, yeah. What are you doing? I'm meeting the calm oyster. The first? Oyster. Your first one, right? First one, yeah. I'm going to throw up probably. Блядь! Отвратительно! Такая хуйня! Sorry, volgens mij zei hij in het Russisch dat hij het heel lekker vond. Nou, zojuist aangekomen in Celebration, ten zuiden van Orlando. Maar het ligt naast Disney Park. Nou, I'm talking with your YouTube people. Sorry? YouTube people, you're talking with yeah, your yeah, YouTube yes, people? Yes. Oh, let's talk with you, YouTube. Oh, wow, right. We just arrived at Celebration, our new culture. Right. And they making, you can see that they making fake snow. Oh, yeah. And then and they're making fake snow. Yeah. They don't have any snow. Nou, toch nog een beetje het kerstgevoel.
Het weer helpt namelijk niet echt mee. Now a new couchsurfer. This is Dave. Oh, hi there. I'm Dave, and I'm a couchsurfer. Everybody. We're going dance tonight, right? Dancing. Dancing. Yes. I'm a dancer. The dance studio. This is the place where everything is happening. Oh. And if it's not happening here, it's not happening anywhere. Ah. There we go. Let's see your Russian dance stuff. Het leven van een danser kan niet over rozen. Maar nog een feest. Ik leer het van geen opbouw hoor. Wij zijn allemaal kleiter. Maar hier is alweer niet sleepen. Zegt hem allemaal iets te veel. Begrijp ik. Okay, how are you? Hij is tenslotte geen 70 meer. Yellow diamonds. Nou, dat is een verrassing. Onze kaartcentrum heeft gratis kaarten voor Disney. He? Normaal $100 per stuk. Dus we gaan een dagje Disney doen. So we finally made it, guys. Miami Beach. Yes. Our road trip is ended. Goodbye. Goodbye. Na 3 weken zonder Nederlands reisgezelschap door Amerika gekrossen zijn, mag ik vandaag Marielle Roos op gaan halen. Nou, hoe gezellig is dat? Niet normaal. Ik heb er zin in, hoor. Ik heb er enorm veel zin. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Income is better.